Er is ook een hoofdkantoor dat in Nederland blijft. De nieuwe onderneming die ontstaat nu het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd. Een enorme overname doet in Amerika. Daarmee ontstaat een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Het verhaal van Thuisbezorgd.nl is het verhaal van alleen maar groeien. Weet jij wie Jitse Groen is? Zeker, uit Twente, oprichter van Thuisbezorgd. Ja. Maak nu de sprong over de oceaan. Ja, eerst natuurlijk dat Britse, hoe heet het, Just Eat overgenomen. Ja. En nu in Amerika. Ja, mooi toch? Ja. Weet je, dan komt Twente nog een keer goed nieuws. Eind 2018 nam Thuisbezorgd Delivery Hero over, waarmee het marktleider werd in Duitsland. Begin dit jaar kwam daar de Britse maaltijdbezorger Just Eat bij. Nu staat Grubhub op het menu, waarmee het concern in Amerika de strijd aanbindt met DoorDash en Uber Eats, om de grootste te worden. Het is een riskante overname. In Amerika zijn een aantal grote spelers, onder andere Uber Eats, bezig om te proberen om die markt te veroveren. Daar gaat heel erg veel geld in om. Dus die bedrijven die investeren heel veel geld om die markt te kopen. En dat zal waarschijnlijk ook de komende jaren nog wel blijven doorgaan. Hoe riskant is deze zet voor u? Nou, dat is niet riskant. Kijk, we hebben ooit eens het idiote plan gehad om vanuit Nederland Duitsland binnen te wandelen. Dat was vele malen riskanter dan wat we nu doen. Kijk, we zijn een heel groot bedrijf. We zijn gewoon wereldwijd een van de grootste, nu al. With the Grubhub delivery app, if you want it all, you can get it all. Het is een van de kenmerken van de platformeconomie dat je als bedrijf wel de grootste moet worden. Het is geen markt waar 10 verschillende apps op je telefoon staan, waar je iedere avond gaat kijken wat je gaat eten. Dus eigenlijk is het ook een markt waar maar één of een aantal platformen kunnen overleven. Daarom maakt deze Enschedese restauranteigenaar zich zorgen over de toekomst. Ze willen nog sterker en hun machtspositie wordt groter. En ja, als we volgende week of de maand daarop komen, we gaan naar 15%. Commissie. Dan weten we dat er is geen plafond. Thuisbezorgd rekent nu 13% bezorgkosten aan restaurants.